Welkom in Zweden. Oh, sticky, hè? Nou, hier staan we. Gewoon bijna een zee. Er zit alleen een klein stukje steen, steenmassa. Zit ertussen. Zo, ik even mooi van. Hij komt er nu alweer onderuit. Ja. Nou. Je hebt gewoon geen geduld. Ja. Ik heb geen geduld. Nee. Nee. Geniet er nou eens even van. Ja, ik geniet er ook van. Ik ga dadelijk afspelen op mijn computertje en dan kan ik het weer terugkijken. Geniet nou even van het moment. Nou, ik zet hem zo weer aan als die zonder is. Want het duurt me te lang. Het kost me allemaal bandjes. Nou, ik heb een verrassing. Ik was even geduldig toch nog. Maar hier komt ie. Ja, ja. 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 Het is hem. Ondergaande zon. Nou. Ik. Het is hier genoeg geweest. Ja. Mooie foto. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Hey, we zijn in Kopenhagen, toch? Ja. Op de stadscamping Bellahoy of zoiets. En het is normaal een evenemententerrein, maar zolang dat niet gebruikt wordt, dan is het gewoon even tijdelijke camping. Nou, het weer is weer fantastisch. Ik zou het niet over het weer hebben, maar ja, het is heerlijk. Het is jammer dat het hele middenveld alweer aardig leeg is. Ja. Want dat stond echt bommetje vol. Bommetje vol. Was dit een camperbedrijf? Ja. Ik zal even een even het balletje rondgooien. Dan heb je een beetje een idee hoe het eruit ziet. We staan op het veld zonder elektriciteit. En niemand wil naast ons staan. Niemand wil naast ons staan. Alsof we een besmettelijke ziekte hebben. Nou, vandaag is de planning om naar de binnenstad te gaan. Naar de kleine Zeemeermin willen we natuurlijk zien. En de haven met die gekleurde, huisjes. En zo. Gekleurde huisjes, ja. Een of andere toren. Gewoon alle highlights van Kopenhagen. Ja. We hebben een kaartje met alle highlights en we hebben de fietsen klaarstaan. We hebben de hele dag de tijd, want we blijven gewoon nog een nachtje. Ja hoor. Het is een hartstikke leuke camping eigenlijk, heel relaxed. Alleen gisteravond wel tot een uur of 23:30 een hoop kabaal. Vanwege een of andere bruiloft die daar verderop gevierd werd.
Nou, we zijn bij een van de highlights van Kopenhagen. En dat is, rijd maar, het is in de haven, het is de kleine zeemermin. Nou, leuk toch? Ja, vind ik ook. Als de meneer nou even moet. Ja, ik heb even een foto ja, trekken. Maar... Dat kun je wel vergeten, joh. Ik was hier heen, ik was net te lang. Ja. Oh, kijk. Kijk, hele boot. Het is een beetje gek huis hier. Ja. Nou, ja, dat is logisch. Nou, de volgende highlight. De nieuwe haven. Bekende stukje met gekleurde huisjes. Huizen. Maar daarom begrijp ik wel waarom... Amerikanen denken dat dit hetzelfde is als soms. Hè? Ja, zeker. Ja, aan de kant. Ja. Ja. Leuk. Chinees restaurant, altijd leuk. Nou ja. De huizen zien er wel leuk uit met die kleurtjes. Bij ons ook in. Ja. Highlight. Ja. Wat gaan we doen? Toren. Iets met klimmen of zo. Nee, niet klimmen, je loopt. Je loopt. Geen zeg, treders. Geen treders, maar... Rondgangen of zo? Ja. Misschien moet je daar wezen. Ik denk... Is dat alleen voor de kerk? Ik heb geen idee. Nou, eens even kijken. Kaartjes halen. Nee, zie je dus. Geen treden. Ja, het laatste stukje dan. Voor de rest niet. Dus dan dus loop je de tandjes en mag je nog betalen ook. Ja. Oké. Okay. We gaan het doen. Ja, dat loopt hartstikke relax. Buitenkant is mensen staan. Bankjes om te rusten. Nee, dat doen we niet. Grappig toch? Laatste stukje met de trailers. De maag moet gevuld worden. Ja. Nou, we hebben in ieder geval even twee biertjes. Ik had een small plate. Twee kleine biertjes. En die zijn erg lekker deze. Dus onthoud merk 1664. We zitten lekker in de schaduw. En we zitten lekker in de schaduw. En nu is het even wachten op de smurrenbrood. Kan niet wachten. Kan niet wachten. Met honger. Honger. Heel veel honger. Leg jij maar even uit wat je hebt. Nou, even kijken hoor. Ik zie hier een broodje zalm. Ja. Hier iets van haring. Ja. Dit is iets, ja, wat zal het zijn? Het lijkt een soort kibbeling. Ja. En dit is met garnalen en ei. Garnalen en ei? Denk ik. Ik zie garnalen en dit is ook. Ja, ik heb het ei. Ook. Ik vind het wel een rare combi. Dat zal wel. Dit. Nou, Op... Het lijkt wel een soort roggebrood. Ja. Het ziet er perfect uit. Ja. Ik moet even voor de polo's. Het zal zeker niet vies zijn.
Nou, ik ga weer afsluiten. Ik ga eten. We hebben Kopenhagen verlaten en we zijn nu op weg naar de klif van Hoorn. Hoornsplint. Ja, zoiets. Het is 120 meter naar beneden. Dus 120 meter naar beneden is ook 120 meter weer naar boven. Hè? Nou ja, we kunnen wel wat lichaamsbeweging gebruiken. Wel mooi hier hoor. Hm? We doen het rustig aan. Zo is dat. En door de bomen heen kun je al een beetje de kliffen zien. Zie je zo beter, de kliffen. En schijnt dat er ook nog uitzichtpunten zijn boven. Doe maar, ga dan maar even zitten. Zal ik een mooie foto maken dan? Ja, ben beneden. Ja. De laatste. Oh, er zitten allemaal stenen in die trap. Nou, je ruikt wel dat je hier een zee bent. Je ruikt het wel. Het is een beetje hetzelfde idee als bij Frank. Nee, dit is toch wel anders. Nee, het is wel zacht. Zachte kalk. Ja, kalk is het. Nou, naar beneden viel reuze mee. Ja. Ja. Ik. Je wil op tegen de boven. Ja, nee, je kan hier ook blijven. We gaan beginnen met de klim naar boven. Het is een heel eind. Ja, rustig aan, hè. Zo. Ja, toch? Gewoon rustig aan. Zou wel moeten. Zo, laatste treders. In één keer door. Oh, we zijn er. Ergens in de verte zie ik Simone ook aankomen. Kom, laatste stukje. Ja. Ja, is toch hartstikke knap. Omgerekend 42 verdiepingen, hè. Omgerekend 42 verdiepingen met de trap. Ze doe je voortaan niet meer, hè, met de lift. Nee, je kan nu gewoon met de trap. Oh. Nou, ik heb 10 minuten daar op een bankje gezeten, hoor. Oh. Met u? Nou, opeens is het... ik heb zonder weg gezien, ja. Ik zei, als je een klein kaal dik mannetje ziet, zeg maar, dat ik eraan kom. Oh, vandaar dat ze moest lachen. Oh. Klein kaal dik mannetje. Ja, hè. Volgens mij zie ik het... Blikje al met het uitzichtpunt. Oh, daar gaat de trap weer naar boven voor. Ja, het andere uitzichtpunt. Hij is wel lekker onder die boom hoor. Ik wil niet zeggen dat het heel cool is, maar zorg er wel voor dat je het niet veel warmer wordt door die zon. Want die is stiekem toch wel warm. Dus we doen uitzichtpunt nummer 2 ook. Is dit nummer 1 nou? Dit was 1. Weet je zeker? Ja, weet ik veel. We doen maar wat. Dan komt het allemaal goed. Wat is de opdracht, de missie?
hebben een missie. We gaan de deur open. Ja. En dan is het klaar. En dan is het klaar. En dan gaan we naar beneden. Giro van weg. Ja. Daar in de verte zie je die trappen waar we toen straks vanaf zijn gekomen. Zie je daar? Nou, dus de volgende highlight. Ik weet niet of het een highlight is. Op verzoek van Simoontje. De ongelovige. Die wil even een kerkje even bekijken. Is het zo bijzonder in deze kerk? Geen idee, maar ik zag een plakket, hè. Dus kunnen we even kijken. Nou, ik vind omdat ze... Hij heeft geen punten horen, maar een trapgeveltje. Een trapgevel. Nou, dat is dus de oudste stenen kerk en hij is van 1075. Nou, dit is wel een oud kerkje, ja. Nou, daar komt hij, hoor. Ah. Prachtig. We gaan weer verder. We gaan richting Odense. En kijken hoe ver we komen. En dan zoeken we daar wel weer een leuke camping of zo. Of een camperplaats of whatever. Nou, tot dadelijk op de camperplaats. Nou, Simone zou nog altijd een foto maken van lupines. En dan zijn we Noorwegen uit, want daar zag je ze heel veel. Nooit een foto kunnen maken voor lupines. En dan rijden we hier in Denemarken. Gewoon een veldje vol. Dat is toch grappig? Dus ik zeg, pak je fototoestel. Maak een foto. Alle veld staat vol. Ze is helemaal gelukkig. Oh, ze is helemaal gelukkig, want ze heeft de lupines op de foto. Ja, ik had eigenlijk omhoog moeten klimmen, hè? Blij met je lupinefoto. Ik heb de flitser gefilmd. We gaan weer verder rijden. We gaan naar een camping, heb Simone net uitgezocht. Het klinkt hartstikke goed. En het is voor de Storebeltbrug, hè? Ja, ervoor, ja. Net ervoor. Het zou met uitzicht zijn op de brug. Dus dat, nee, dat was die duur. Dat was die ernaar. Oh. Dus voor die dure hebben we uitzicht en voor de niet zo dure hebben we geen uitzicht. Nee, voor het uitzicht, hè? Ja, nou ja, zo be het, dan maar geen uitzicht. Ja, we zijn net op de camping aangekomen. Hartstikke goed verzorgde camping. Heel netjes, een beetje te netjes voor onze begrippen. Een trappetje zoek ik. Eens even zoeken. Kijk, staat hij. We moeten wel... We staan op blokken. Dus dan hebben we een trappetje nodig. Tja. Vandaag voor wit. Ja,
We gaan vandaag voor wit. Mm-hmm. Lekker wit. Nootje erbij, met kaarsjes. Zit je vast? Aan mij. Zit je vast. Moesten we meer naar buiten? Nee. Dan ga ik het trappetje klaarmaken. Heb je een bril niet? Nou, je zo ziet het eruit dus, hier op de camping. Ja, je kent ze wel. Hartstikke netjes. De plekken zijn ook super recht. Ja. Ik heb wel de blokken gebruikt, omdat we dan, want de auto hangt altijd een beetje voorover. Zeg maar, de voorste deel van de auto is iets lager. Dus dan is het wel lekker als je de blokken eronder hebt. Want dan sta je echt helemaal recht. Nou, vergat ik eventjes. De naam van de camping. Litskov camping. Litskov camping. Klinkt Russisch. Ja. Ja. Oh. Kom in. Nou ja, we staan dus eigenlijk 44. Ja. Hier ergens. Top plekje eigenlijk. Ja. En het is ook niet zo gek duur hier. Nee. Nee. Het was goedkoper dan ik dacht. Ja. Wat kost het niet? Ik ben het alweer vergeten. Ze is het alweer vergeten. 150 of zo? Ja. 150 kronen. Dus dat is iets van 18 euro. Zoiets, 18,5 euro. Nou ja. Kopie. Nou, we zijn nu in het washok. Maar we gaan even een wasje draaien. Ja, valt wel mee, hè? Jawel. We hebben gewoon 3 weken lang hetzelfde aan gehad. Dat is ook niet waar. Ja. Gewoon op, ja, het is al bijna al donker. Gewoon op 90 graden is altijd goed. Dan heb je straks een volkleertje. Maakt niet uit. Alles heeft dan een nieuw kleurtje. Dat is toch meer dan ik dacht hoor. Toch wel? Het is een grote zak. Het is een grote zak, ja. Oh, 30? Ja. Oh, okay. 30. Ja, prima. Prima? Ja, dit is niet super smerig. Nee. Nou, er gebeurt wat. Ja, er gebeurt wat. Ja. Klaar? Ja, top. Dus moet even gaat houden, 1 uur 15. Ja, 1 uur 15. 1 uur 15. Deze laat ik wel. Houdt iemand dat eventjes bij op zijn timertje? Strand. Dat betekent, je mag met je auto, camper, mag je gewoon de strand op. Nou, dat is toch hartstikke grappig. Ben ik nog te horen? Er staat wel een windje hier. Nou, dit is wel heel apart. Alleen jammer dat je niet mag overnachten. Nee. Jammer. Nou, daar is een zee dus. Dit is het eilandje Rumö. Het is een van de Waddeneilanden van Denemarken.
prachtig weer. En we zitten nu in Duitsland. We hebben het de laatste overnachtingsplaats in Denemarken gehad. Het was niet in donder, maar het was in mogelijk donder of zo. Hartstikke leuke plaats. Volgens mij heb ik het niet gevlogd, maar ik heb er wel gedroomd. Gedroomd. Ja. Dus, maar ja, als het goed is, hebben jullie dat net kunnen zien. Dus nu op weg naar Hamburg. Daar kijken we zo naar uit. Zo. Maar ja. Nog even een stukje van de Duitse wegen hier. Ja. Saai. Een overzichtje. Altijd wel gezellig in een jachthaven. Als er niet te veel herrie is van een of ander sloopbedrijf verderop. Maar daar hebben we vannacht geen last van gehad. Nou, hoe gaat het deze dag van je verjaardag? Ja, de vlaggetjes hangen binnen. Ja, de vlaggetjes hangen binnen. Vanwege de verjaardag regen. Vandaag. Gefeliciteerd. Nou, vlaggetjes, hartstikke gezellig toch. Nou, we gaan inpakken. Het is weer mooi geweest hier. Hoi allemaal, vanuit Urk, het Urkerbos, de camperplaats. We zitten even lekker in de zon, onze moeder zit in de schaduw. Hey. Het is een mooie camperplaats hoor. Het bestaat nu zo'n beetje 2 jaar volgens de eigenaren. En maar dat is tip top. Het is nog niet zo heel druk. Mooie plekken, ruime plekken. Dag Simone. Simone is nog steeds jarig. Mijn drone ligt al klaar. Dus ik ga ook nog even dronen. En even voor een shotje van bovenaf. Frituurtjes. Mini snacks maken en de airfryer in de camper op een accu. Hier zit de airfryer. Oh jee. Nou. 10 minuutjes of zo. Nou, ben benieuwd. Ik heb een goedkeurende blik van Simone, dus het zit goed. En dit is trouwens onze laatste overnachting hier. Dus morgen gaan we weer naar huis en is het klaar. Ons Noorwegen avontuur. En het was te gek, hè? Heel erg mooi. Ja, hè? Te kort. Ja, veel te kort. Ja. We hadden wel 4 weken weg kunnen zijn. Ja. Noorwegen heeft ons echt ons hart gestolen. Ja. We gaan er absoluut weer terug naartoe. Alleen dat zal niet volgend jaar zijn, maar toch wel gauw.